FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Spot Maakt ICT. Wim, je zei het een paar weken geleden al. Records, die zijn er om verbroken te worden. Ja, dat is mooi toch? Hoe blij ben je daarmee? Nou, dat is wel een van de dingen waar ik wel blij mee ben. Maar met het vertonen spel ben ik minder blij. Dus dat overeerst op dit moment voor mij. Basisdebuut, 3 punten, geen tegengoals en weer fans in het stadion. Jij moet een tevreden man zijn. Zeker weten. Het is alweer een tijdje geleden dat Ashraf Douiri minuten maakte. En vandaag start hij in de basis. Hoe vind je dat hij zijn rol als verdediger heeft opgepakt? Nou, ik denk dat hij kan terugkijken op een zeer behoorlijke wedstrijd. Waarin hij ook weer voor het eerst op een positie staat die voor hem nieuw is. Hij heeft hij zeer, zeer behoorlijk ingevuld. En dat is een compliment waard. Hoe bevalt je rol als verdediger? Ja, het bevalt me zeker goed hoor. Nieuwe positie en ik vind het wel leuk daar. Neem ons even mee. Je valt een paar keer in als dreigende aanvaller. En ineens duik je op als back en speel je eigenlijk alsof dit niet je eerste keer is. Ja, de trainer had me op de trainingen best wel vaak opgesteld op de rechtsback. En hij vond zeker wel dat ik het goed deed. En daardoor mocht ik vandaag eigenlijk in de basis starten. Je zegt het zelf al, je bent niet zo tevreden over het spel van vandaag. Zeker de tweede helft leek Volendam meer moeite te hebben met de dreiging vanuit Utrecht. Waar ligt dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Je kijkt natuurlijk dat je hoopt dat een 2-0 voorsprong wat comfortabelheid geeft. En dat je daar vanuit daar een bepaalde rust en energie krijgt om gewoon goed positioneel te gaan voetballen. Nou, dat heb ik de tweede helft totaal niet gezien. En ik was ook ontzettend aan het coachen om de boel maar overeind te houden. Omdat we te veel vanuit positie gingen spelen. Vanuit de verkeerde posities gingen spelen. Ja, en dan zie je dat je disbalans krijgt en slordigheid krijgt. Ja, en dan moet je blij zijn dat je een uitstekende keeper in je goal hebt staan. Dat hij een aantal fantastische reddingen heeft. Anders wordt het 2-1. En ja, als het 2-1 staat, dan kan het zomaar de verkeerde kant op lopen. Dat is totaal onnodig. En dat overheerst bij mij dat het teleurstellend is als je eindelijk een keer op een comfortabel 2-0 staat. En dan hoop je dat na rust dat Volendam daar gewoon gebruik maakt van de ruimtes die gaan ontstaan. Omdat de tegenstander wat naar voren gaat spelen. Ja, dat heb ik totaal niet gezien. Dus die overtuiging die ontbrak. Dus ja, er is veel werk aan de winkel. Ja, ik denk dat de concentratie een beetje wegviel in de ploeg. En dat er geen communicatie meer was. En daardoor val je een beetje uit elkaar. En dat is niet goed. We hebben nu een paar wedstrijden op rij gehad met wat wisselvallig voetbal. Wat zie je als grootste verbeterpunt binnen de ploeg? Nou, puur het geloof ook van positioneel goed en gedisciplineerd blijven spelen. En maak dat je veldbezetting gewoon continu goed houdt. En maak dat je in balbezit, dat zeg ik altijd, in balbezit de juiste dingen doet. Nou, ik vind dat we dat vanavond te weinig hebben laten zien. En dat vind ik jammer, want ik heb deze week in de training juist heel veel goede dingen gezien. Dus dan had ik gehoopt dat meer vanavond de boventoon zou voeren. En dat hebben we alleen een beetje in het begin van de wedstrijd laten zien. Maar daarna zakte het al vrij snel naar een laag ritme. En als wij een te laag ritme spelen, worden we kwetsbaar. Een prima overwinning die eindelijk weer gevierd kon worden met fans. Ja. Hoe lekker is dat? Prachtig. Ik heb ze gemist. Nou, ik denk dat het al voor iedereen wel leuker is, weet je. Als er weer wat volk is. En zeker in het begin voelde je dat ook. Hè? Die energie zat er ook wel. Alleen we hebben er te weinig mee gedaan, vind ik. Je moet dat publiek erachter krijgen. Maak maar dat die tegenstander onder druk gezet wordt. Ja, die gaan dan fouten maken. En dat hebben we sporadisch gedaan, vind ik vanavond. En dat is jammer. Maar nu moeten we door en vrij snel over deze wedstrijd heen stappen. We hebben maar een paar dagen. Dus we moeten goed herstellen. En maandag wacht een hele zware wedstrijd bij Roda. En is er nog tijd om te genieten van deze overwinning? Ik denk het niet. Maandag Kerkrade. Hoe ziet het weekend eruit? Ja, op de club zijn. En maandag weer de bus in.